iedereen. Vandaag hebben we weer een video die we al een tijdje niet hebben opgenomen. En dat is een favorites video. En vandaag laten we jullie onze favoriete items en dingetjes van de maand januari zien. We laten in deze video onze favoriete beautyproducten zien, lifestyle producten en ook een paar fashion producten. Dus laten we maar meteen beginnen. Nou, we beginnen met de mode items of ook wel de fashion items. En voor mij is dat dit paar Vans geweest. Het zijn de Vans Sky High. Ja, volgens mij is het gewoon de Vans Sky High in zwart-wit. Ik heb ze ook helemaal in het wit, ik heb ze ook helemaal in het zwart. Maar ik vind dit model ook gewoon heel erg leuk, omdat ik gewoon eens wit en zwart tegelijk heb. En gewoon mooi dat je drie kleuren hebt. Ja, ik vind dit gewoon echt top schoenen en ze lopen ook echt super lekker. Dus vandaar dat ik meerdere kleuren heb, want ze passen ook echt overal bij. Dus dit zijn echte favorietjes geweest. Nou, mijn fashion favorite is deze rugzak. Misschien herken je hem wel van de What's in My Bag video van Larissa. Alleen ik heb een zwarte met gouden ritjes en Larissa heeft eentje met zilveren ritjes en studs. Ja. En toevallig heeft onze zus Serena van Beauty Lab heeft hem ook, maar die heeft hem dan met zilveren ritjes. Dus ja, dat vond ik wel heel erg grappig. Ja, het was echt gewoon vooral omdat ik een verbonden favorite. Ja, ik zag hem Serena heel vaak dragen en Tara die werd er ook helemaal fan van. Dus dat ik iets van, ik moet hem ook niet checken. Dus. Ja, je kan niet achterblijven dan. Maar ik vind hem super chill, want hij heeft gewoon meerdere vakjes. Hij heeft hiervoor een klein gleufje, hierachter. Godver. Hij heeft een heel groot gat. Is dit een fashion favorite of wat anders? Hij is gewoon super handig. Hij ziet er goed uit. Pas vol in. Onze camera. Weet je wat? We gaan gewoon naar het volgende item. Mijn eerste beauty favorite is deze Deluxe Glow Highlighter van Catrice. Ik vind hem echt super fijn. Ik heb hem volgens mij voor het eerst gebruikt op oudjaarsnacht. Dus het is echt de hele maand januari een favoriet van mij geweest. En het is gewoon, ja, het is gewoon een heel mooi palet. Ja, ik heb hem ook op vandaag. Welke kleur heb jij vandaag op? Ik heb hem gewoon helemaal overheen gedaan. Oh, maar meestal cool. Gebruik ik de middelste. Oh, ik gebruik meestal de linker. Die heeft een beetje kleur, maar niet te veel kleur. En die heeft een hele mooie glow. En wat gewoon heel erg fijn aan dit palet is, is dat hij best wel gewoon naturel is. Mm-hmm, heeft maar een heel licht kleurtje. En het is niet zo van, ik doe één sweep en je hebt veel te veel highlighter ja, op. Dus we zijn niet bang voor highlighten, maar het is ook wel eens fijn om een keer iets te hebben dat wat neutraler en natuurlijker is. En deze is natuurlijk ook echt super budgetproof. Ja. Dus echt een topper. Volgende beauty favorite is de Smashbox Photo Finish Primer Oil. Hele mond vol. We hebben hem allebei en het is allebei van ons een favorietje. En het is dus een olie die doe je op je gezicht. Laat je het heel even intrekken en daarna doe je foundation op en ja, de rest van je make-up. En de reden dat ik het zo fijn vind is omdat ik het gevoel heb dat mijn foundation er natuurlijker uitziet. Wat meer geairbrushed, ja, denk ik. Mm-hmm. Omdat dus het is niet zo dat we heel veel rimpels hebben en zo fijne lijntjes, maar wel wat droger uit. Ja, vooral in deze tijd zie je, hebben we toch best wel veel ja, kleine lijntjes. Mini-groefjes, lijntjes of zo inderdaad. En dit vult het zeg maar op. Ja, en waardoor het gewoon echt ik moet zeggen, ik had daar niet heel veel last van, want ik heb best wel een vettige huid. Maar nu ik deze gebruik, kan ik niet meer zonder. Ik heb ja, zeg maar wel een keer foundation opgedaan zonder de olie. Je ziet echt verschil. Ja, ik vond het echt veel minder mooi eruit zien. Het is echt super natuurlijk hiermee. Ja, ik weet ook niet of we dit straks in de zomer nodig hebben. Maar ja, nu in deze tijd is onze huid echt best wel droog. En vooral op die bepaalde plekjes, vooral hier vind ik dat het bij mij heel erg helpt. Hieronder. Ja. Ja. Hier. Zo, dus niet per se zeg maar kraaienpootjes hier, maar meer echt, ja hier heb ik heel ja, veel. Ja, ik heb dat ook. Ja, dus ik denk dat iedereen dat wel heeft rond de ogen. Er zit wel een prijskaartje aan. Het is uit mijn hoofd €40. Waarschijnlijk, dus afgerond natuurlijk. Maar je bent er echt super zuinig mee. Want je hoeft maar 2 druppeltjes per keer, zeggen ze. Ik doe ja, er 3. Ja. Maar ja, super zuinig. Heel chill. Mijn volgende beauty favorite is deze Stem Cell Magic Gel van Rodial. Dit is een crème die je zowel 's ochtends als 's avonds kan gebruiken. En ik vind hem gewoon heel erg fijn. Omdat hij een heel handige pomp. Hele aparte applicator pomp ding heeft. Dus je drukt die gewoon op. Ik zal het even laten zien. Oh. En het komt er zeg maar uit. Nu komt er niet zoveel uit omdat ik hem een beetje scheef hield. Maar het is inderdaad heel erg hygiënisch. Want je hoeft niet met je vinger in te gaan lopen zitten. Je hebt gelijk ook een prima hoeveelheid. En ik vind het gewoon heel erg leuk. Heel handig. Ja. Ja, het is leuk. Het is anders dan zo'n pompje. Ja, precies. Hij is ook heel erg fijn, want hij trekt echt mega snel in. En vooral als ik echt in de ochtend haast heb, vind ik het heel erg fijn om deze te gebruiken. Zodat ik niet hoef te wachten tot het in is getrokken. Dus ja, deze. Nou, mijn volgende beauty favorite is ook een favoriet van de Riz. En dit is een nachtcreme. En deze is van het merk Glamglow. Als je onze blog endlessweekend.nl leest, dan heb je hier al een review van voorbij zien komen. Ja. En het is echt, echt een topproduct. Ze noemen het Dream Duo. En het bestaat uit een serum en een hele vette nachtcreme. Ja.
En het serum die doe je eerst, breng je eerst aan op je gezicht. Die laat je even intrekken. En daarna de nachtcreme of de crème of hoe noem je het eigenlijk? Iets anders, hè, was het. Dan is het gewoon stap 2. En het ruikt heel lekker fris, ergens een beetje fruitig. Mm-hmm. En het mooie aan dit product is dat je hem 's avonds gebruikt. En dan 's ochtends hoef je je gezicht niet meer in te smeren omdat het zo gehydrateerd is. Want ze noemen het echt een overnight transforming treatment. Ja, ik vind wel echt dat je huid er gewoon heel lekker en mooi uitziet. En dus volgens mij zitten hele inimini glitjes of shimmertjes in. Dus dat merk je ook wel echt. En hij is echt heel fijn. Het geeft je echt een glowy skin. En mijn volgende beauty favorite is eentje voor je haar. En dat is deze van Goul. Dit is de langdurig volume foam active styling spray. En een tijdje geleden hebben wij ook gevlogd toen wij naar een event gingen van Goul. We zullen die ook eventjes hier ergens linken. En daar heb ik dus deze spray meegekregen. En sindsdien ben ik die echt goed aan het gebruiken. En ik vind hem gewoon heel erg fijn. Het is gewoon, hij geeft je haar zeg maar wat volume zonder dat het echt heel erg stug of vettig wordt in je haar. Dus, en ik gebruik het als ik aan het feunen ben. En waar doe je hem dan? Is dit degene voor de haar aanzet? Ja, je gebruikt deze alleen op de haar aanzet. En het geeft een soort van kleine oemf aan je haar. Dus je voelt wel iets als je het zo doet. Maar het is gewoon niet zo stug als echt zo'n poeder. Weet je wel? Dus het is zeg maar, je kan nog in je haar zitten. Ja, het zit een soort van tussenin. En dat vind ik wel heel erg fijn. Het voelt nog heel erg natuurlijk en lekker. Dus ik ben wel heel erg blij met deze. Deze gebruik ik elke dag. Mijn volgende favoriet is een geurtje van Narciso Rodriguez. Ik spreek het zo Nederlands uit. En de geur heet Essence. En het is een zilverkleurig flesje. En ik vind hem heel, heel erg lekker. Larissa heeft mij aan dit merk geïntroduceerd. En dit is een Dat is lekker. Dat is lekker, ja. En ik ken het weer van Serena trouwens. Dus zo spelen we altijd dingen op elkaar door. Serena die was laatst een beetje aan het opruimen en die wilde dit geurtje wegdoen. Of tenminste wegdoen. Ze wilde vragen of ik hem anders wilde hebben. Want ze gaf oude geurtjes weg aan vriendinnen en familie. En ze zei, nou, deze wil ik wel heel graag overnemen. Ja, ruikt lekker. Want het is niet een geurtje die ik snel zelf zou kopen. Maar nu ik hem zo ruik, is hij heel fris. Ook een beetje dat homie. Ik noem het altijd een beetje homie van Narcissus. Oh mijn god. Ik vind de parfumgeuren zijn zeg maar heel huiselijk of zo. Ja, heel zacht en licht zoet, maar ook weer niet zoet, zeg maar. Niet zoet zoals je waarschijnlijk denkt aan zoet, maar anders. Het voelt gewoon alsof het bij je familie hoort. Dat is het enige wat ik er even uit kan maken. Misschien omdat jij die andere geur, een fluffy deken ook is. Ja. Gooi hem maar op. Oh. Ja, ik ben wel verbaasd dat jij hem ook lekker vindt. Want meestal vinden wij niet dezelfde geuren lekker. En nu is hij heel heftig, toch? Hij is inderdaad, als ik hem nu opspreek, is hij gelijk wat Maar daarna wat gaat hij weg. Ja, inderdaad. Dat zachte moet denk ik nog komen. Wel lekker. Zijn we nu bij de lifestyle favorieten aangekomen. En daarbij hebben wij ook twee dezelfde. En dit zijn namelijk onze hoesjes van Case Study. Die hebben we wel eens laten zien in onze shoplog van Amerika. Want die hebben we daar gekocht bij volgens mij de TJ Maxx. Was het. Ja. En als je die gemist hebt, dit zijn hoesjes. Zoals je kan zien zijn ze echt wat groter dan normaal. Dus normale iPhones, of onze normale iPhones komen tot hier. Onze iPhones komen tot hier. Maar dit stuk extra en de hele achterkant is dikker en groter omdat het een batterij is. En ik vind deze gewoon echt top omdat ik gewoon mijn telefoon kan opladen zonder dat ik echt vast zit aan een kabel bijvoorbeeld. Dus ik kan gewoon mijn rond blijven lopen. En ik verlaat het huis echt niet meer zonder deze. En deze wordt elke dag opgeladen omdat ik hem echt super vaak gebruik. Ja, en je kan er denk ik iets van 2 of 3 keer mee laden? Nee, wel echt 1 keer. Echt? Ja. Oh, oké. Okay. 1 of 1,5 keer hoor. Ja? Ja. Dan is, misschien heb ik mijn alweer even gebruikt dan. Bij mij komt hij ongeveer op 1,5 keer en dan is hij wel echt leeg. Maar ik laat hem dan ook pas op als mijn telefoon echt bijna gaat uitvallen. Maar het is wel echt top. Het is echt een lifesaver, ja. Vooral omdat je dus niet, want die andere powerbank die ik wel eens eerder heb genoemd is ook fantastisch. Yes. Maar inderdaad, je zit niet meer vast aan een kabel. En met uitgaan en zo wil je ook niet elke keer dat ding meenemen, want hij is toch best wel zwaar. Ja, precies. Als je zeg maar echt een dag hebt van je hele telefoon gaat eraan of zo, dan kan je misschien beter wel een grotere powerbank meenemen. Ja. Of ik neem gewoon beide mee. Maar echt zo'n hoes is echt super erg aan te raden. Het is gewoon heel erg handig. Je blijft gewoon lekker mobiel. En ja, dat wil je blijven hè, deze tijd. Nou, mijn volgende lifestyle favorite is een thee van Delicious. Dit is een groene thee met jasmijn. En ook deze hebben we gereviewd op onze blog. Mocht je die hebben gelezen, dan weet je dit al. Dus ik denk dat heel veel mensen die dachten bij ons dat het een betaalde post was. Maar het was eigenlijk helemaal niet zo. En we zijn er gewoon heel erg over te spreken. En het is dus van Delicious Magazine. En ze hebben wat producten uitgebracht.
Waaronder jammetjes, thee en koffie. Of volgens mij alleen nog maar dat. Mm-hmm. En het is gewoon een hele zachte thee. Dus het is een groene thee, maar hij smaakt een beetje als een witte thee. Ja, we houden echt gewoon heel erg van thee. Dus we worden ook best wel enthousiast als we gewoon een thee ontdekken die we ook echt lekker vinden. De vorige keer werd er echt superleuk gereageerd op mijn random vraag trouwens. Dat was hoe laat kijk je deze video? En ja, super tof om te lezen wanneer iedereen het kijkt. Ik ben wel heel erg benieuwd er altijd na. Het is echt zeker niet allemaal in één keer. Helemaal verspreid. De hele dag door gewoon. Ja, echt super grappig. En ik dacht, omdat hij zo goed liep, wil ik nu ook een random vraag stellen. En we hebben het net gehad over telefoonladers en procenten. Of nou ja, procenten hebben we het niet over gehad. Maar dat onze telefoonbatterij altijd zo snel leeg gaat. Dus ik wilde graag weten, hoeveel procent zit jouw batterij voor je telefoon op dit moment? Mijne zit op 69%. Nou, super bedankt voor het kijken naar deze favorites video. Vergeet ook zeker niet een duimpje omhoog achter te laten. Dan weten wij of we volgende maand weer gewoon een nieuwe favorites video moeten opnemen. Vergeet je ook niet te abonneren op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zien we jullie heel snel weer terug in de volgende video op zondag. Doei! Doei.